Hoi, welkom bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Applejack. Mijn naam is Manon en vorige week heb ik een oproepje op Instagram geplaatst. Want ik wilde graag een leuke kerstachtige video maken, maar ik had niet echt hele goede ideeën. Dus ik heb eigenlijk aan jullie gevraagd van, nou wat zouden jullie nou leuk vinden om te zien? En ik kreeg echt mega veel reacties. En wat er echt super vaak bij stond, dat was een kerstfotoshoot doen met je paard. En ik dacht, oh dat is echt een heel leuk idee. Dus ik heb gelijk een fotograaf gebeld. Die kon gelukkig vandaag, dus het is allemaal een beetje last minute, maar het is gelukt. Ik heb allemaal super leuke kerstitems mee. Ik kan denk ik 3 of 4 setjes ermee maken. Dus ik ga nu even laten zien wat ik mee heb. En dan ga ik daarna laten zien hoe ik Apollo klaarmaak. Wat ik dus allemaal aandoe. En dan hopelijk kan ik al wat resultaten ook delen in deze video. Maar ik film het vandaag. Ik wil het eigenlijk morgen al online hebben. Dus ik weet niet of de fotograaf dat redt. Want dat is best wel veel werk. Maar dat zien we dan aan het einde wel. Ik ga even eerst laten zien wat ik allemaal mee heb. Eerst heb ik voor mezelf dit rode Applejack vliesvest mee. Die is echt lekker kerstfelrood met zo'n hoog kraagje. Die leek me wel leuk. Ik ben net ook nog even bij de Action geweest voor, ik dacht, wat haardingetjes, een kerstboompje of zo. Die was gewoon al helemaal leeg geroofd. Dus dat heb ik helaas niet, maar ik heb dus wel een lekker jasje. En dan heb ik dit kerstzadeldek van Harry's Horse met zo'n... ja, wat is het? Kerstprintje met een paardje, een hoefijzer en sterretjes in het rood. Daar heb ik bijpassende bandages bij. En ik heb ook het halster in die stijl. En ik heb deze losse kerstbelletjes. En ik denk dat ik die belletjes aan mijn hoofd zou gaan maken. Als Apollo dat leuk vindt tenminste. Anders laat ik deze. En dan doe ik het hoofd zo met deze vesten aan. Zadeldekje en bandages. En dat doe ik dan het eerste setje. En ik heb ook nog deze uitrijddeken van Horsey. Die is echt in de kerstmannenstijl. Met een bondje en met zilver. Dus die doe ik denk ook nog dan bij het setje. En dan ga ik erop. Dus dan doe ik gewoon mijn cap op. En ik heb natuurlijk die Lou laarzen. Dat zijn die laarzen met die lange veters. Die heb je misschien wel eens gezien. En voor vandaag heb ik ze speciaal geveterd met rood en zilver. Dus ja, ik heb ook kerstlaarzen. Die doe ik ook aan. Dus dat wordt dan mijn eerste setje. Ik heb ook nog een heel tof setje mee van Applejack zelf. En dat is dit donkerblauw met rode ho 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 setje. Met een halster en een zweetdeken. Dus deze mag Apollo gewoon om en dan mag je gewoon los op de foto. Of misschien ga ik er nog naast, dat zie ik wel. Dus dan heb ik dit blauwe setje, het rode rijsetje zeg maar. En nog het rode halster met de bandages. Ik denk dat dat ook wel leuk is om los te doen. Dus dat wordt het denk ik zo ongeveer vandaag. Dus dan ga ik nu Apollo uit de wei halen. Ga ik hem even helemaal schoonmaken en dan vast het eerste setje aandoen. En dan komt de fotograaf en zo, denk ik al. Ik heb trouwens speciaal voor vandaag nog mijn kerstsokken en mijn glitterjoppers aan. Maar ik weet nog niet of ik daarmee ook op de foto ga of dat ik alleen mijn laarzen aan doe. Maar het idee is er. Zo, ik heb mijn eerste setje klaar. De fotograaf is er ook al, dat is Sandra. Hoi. Superleuk dat je vandaag kon komen. En Sandra is van Sandra Pictures. En ik heb een rode vestje aan, zwarte broek, mijn laarzen met, met zilver en rood en... Gaby deed nog even de finishing touch. Tadaa! Het maakt ook echt allemaal geen bal uit. Het is echt... Appie, kom eens. Ik heb het zadeldekje en de bandage van Harry's Horse om. De belletjes er ook van Harry's Horse. En we vonden net ook nog een kerstmuts. Die heb Gaby nog even op. Als hij zijn bit koud, dan hoor je ook gewoon die belletjes. Dus we gaan nu de straat op. Eigenlijk durf ik niet, maar let's go. We hebben net foto's gemaakt in de duinen dat ik op zat en Appie heeft nu zijn halsertje om met zijn bandages. En dus nu gaan we nog proberen om wat black foto's te maken en nog gewoon wat losse foto's. Deze straatjes zijn bij ons aan de overkant van de stal. Dus we gaan nu even hier wat foto's maken en dat is ook wel heel leuk. Pollootje loopt zich een beetje aan te stellen. App, die doet het een beetje moeilijk. Maar we gaan nu even hier staan en dan gaan we wat foto's nog daarnaast maken. Appie krijgt even een worteltje tussendoor. Hé, hapje.
in zijn bakkie. En dan ga ik nu mijn laatste setje pakken. En dat wordt dan de Applejack Ho 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 Ho. Oh, en ik heb nu het laatste setje aangedaan. Hij heeft zijn bandages af. En hij is nu in zijn Ho 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 setje. En die past wel bij vandaag bij Ab. Want hij was net heel stout en hij wilde de hele tijd wegrennen. Ho Ho Ho. Nou, een beetje flauw. Maar ja, dit is dus de laatste voor de foto's. Dit is van ons eigen merk, van Applejack zelf. Dus dat is nieuw dit jaar, dus dat is wel super leuk om te hebben. En nou, dan gaan we nu voor onze laatste foto's. Appie, heb je er nog zin in? Zo, we zijn klaar met foto's maken en ik zit nu nog even op Ab, want hij was vreselijk druk vandaag. Dus ik ga nog even lekker rijden, zodat hij nog even kan lopen. Ja, als het goed is krijg ik zo meteen al wat foto's van Sandra, dus ik ben heel benieuwd. Ik vond het wel heel leuk. We hebben dus 3 setjes gefotografeerd. De eerste in de duinen en de tweede in het dorp en de derde uiteindelijk een beetje in de rijbak. Want nou, hij was zo vervelend en nou, ik denk dat hij ook gewoon... Hij had al 2 of 3 dagen had hij niet gelopen en het was koud, hij was gewoon heel druk. Dus in de rijbak was hij eigenlijk heel lief. Heeft hij goed stilgestaan. Dus nou ja, gelijk een tip als jij foto's wil maken met je paarden. Neem er echt de tijd voor. Want we zijn uiteindelijk ook bijna 2 uur bezig geweest. Ja, zorg dat je paard op zijn gemak is. En als hij echt vervelend is. Als hij niet stil wil staan. Als hij weg wil lopen. Blijf gewoon lekker op je eigen erf. En als je een goede fotograaf hebt. Dan vindt hij zelf, hij of zij zelf ook wel mooie plekjes om foto's te maken. En dan maken ze er gewoon wat van. En dat kan alsnog heel mooi zijn, want we hebben nu bijvoorbeeld dan foto's in de rijbak. En nou, die zien er ook gewoon hartstikke tof uit. Omdat ze dan gewoon net even het goede plekje zien of op de juiste hoek de foto maken. Nou, en zorg ook dat je, als je foto's gaat maken met je paard, dat je op tijd bent. Dat je, als de fotograaf er is, dat je gelijk aan de slag kunt. Dus dat je paard mooi schoon is, dat je zelf een leuke outfit aan hebt. En oefen ook, dat is ook een tip voor mezelf, oefen met stilstaan. Apollo vond het echt niet grappig. Die was de hele tijd aan het draaien en die wilde wegrennen en... Oh, wat heel moe van. Dus oefenen met stilstaan. En verder, ja, wat ik zei, neem de tijd. En het is ook gewoon leuk. En het is natuurlijk voor je paard misschien een beetje gek. Dus accepteer dat dan ook gewoon. Nou, ik ga dan nog even lekker rijden. Ik heb mijn, ook kan je het zien, mijn kerstlaarzen nog aan. Ik ben benieuwd welk setje jij het leukst vond. Ik vond... die met het rijden met die belletjes om zijn hoofd stond wel heel tof. Die bandages stonden ook vet schattig. En natuurlijk sowieso dat die kleur rood stond heel mooi bij Ab. Omdat die natuurlijk zo zwart is. Maar toch vond ik die laatste, die ho 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 donkerblauw, ook wel tof. Toen ik ze eerst zag liggen, dacht ik echt wat hysterisch. Maar ik vond het wel heel stoer staan. Maar wat vond jij het leukste setje? En ga jij ook nog foto's maken met je paard dit jaar? Ik ben wel heel benieuwd. En als je ook van die leuke spulletjes hebt die ik had, kan je dat natuurlijk altijd... naar onze Instagram sturen van Applejack. Dan zien we dat. En misschien delen we ze wel op onze stories. Want dat vinden we altijd super leuk. Nou, ik heb alvast wat foto's die ik heb gehad van Sandra laten zien in de video. En de rest zal ik denk ik gewoon op mijn eigen Instagram posten. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik vond het echt tof. En ik ga nog even lekker rijden. En dan zie ik je heel graag weer de volgende keer. Als je een leuke video vond, even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van wat ik upload. En ja, als je dit voor de kerst ziet, fijne feestdagen. En tot de volgende keer. Doei!